We doen overtime of zo. Golden goal. Oké, nou, dan weet eerst de score. Maar dat gaat dus zweterig worden. Koppen moeten zweterig doen. Ah, oh, shit. Shit, 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 shit. Ho, ho, ho. Uitkijken. Kop, hezels. Doe je ding. Doe je ding. Doe je ding. Schiet. Oké, nou, hoe gaan we dit doen? Kop, 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 kop. Kop. En dat is wel heel slecht. Je moet uitkijken. Nee, 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 nee. Alles moet ik gaan doen. Maar hoe lang krijg ik? We hebben ook geen voordeel. Jezus, Mina. Shit, ik moet scoren. Ik moet en zal scoren. Snel, keeper. Keeper, doe je domme dingen. Ja, goed zo. Je doet geen domme dingen. Mooi. Kop, ezels. Rennen. Kop, Victoria. Kop, Trevisiani. Hij scoort altijd voor mij. Maar deze keer toch niet. Oh, hij geeft me heel lekker. Maar ik kan gelukkig toch nog... Oh nee, nu krijgt hij gewoon een mooi balletje mee. Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Omdat zij scoren. Oh, daar heb ik echt de beste redding ooit. Oh, ik dacht dat nou daar niet meer zou staan. Maar dat is dus niet zo. Ze staan allemaal in de verdediging. Nou, kop! Nee! Ik krijg zoveel kansen. Maar ze wilde maar niet in. That's what she said. Kom, Petrovic! Kom, Petrovic! We kunnen wel het zweten. Ja! Nee! Ja! Ja! Yes! Yes! In de rebound dan! Yes! Wat een luck! Wat een paas! Wat een eerste schot! Wat een redding! Maar in de rebound kan je hem niet redden. Maar toch wel geluk. En dat betekent dus dat we deze wedstrijd ook gewonnen hebben. En dat betekent dat we daarna nog doorgaan naar de finale. Yeah! En dan is de laatste ronde. Dan hebben we dus gewonnen. En dat betekent dus ook dat Hazel onze level mogen. Dus ik ga hem een beetje upgraden. Nou, eens even kijken hoe wij dit varkentje gaan wassen. We hebben 10 punten. Ik denk eerder voor skill moves. Player level 8. Oh, dan moet ik dus even wachten. Ja, zoals je ziet, ik moet best wel hoge levels zijn, wil ik dan wel doen. Al krijg ik al veel vanaf level 18 al. Maar ja, level 18 ben ik nog niet, ben was level 8. Kijken. Ik kan het heel chop kopen, maar die is niks speciaals. Ik kan eerst even mijn dingen upgraden. Shooting speed. En weet ik veel wat nog meer. Athleticism. So done. It is done. Zo, en dan eens even kijken. Victoria. Oh, die heeft blijkbaar nog heel veel punten. Want die heb ik nog helemaal niet geupgraded. Ofwel. Troubling. Nou, in ieder geval nu gaat die geupgraded worden. Krijgt die skill moves. Goed zo, jongeman. Zo, hij is weer gevuld. Hij krijgt dus zijn puntjes. Yeah, spelers zijn geupgraded. Nou, overgaan naar de finale tegen de Avengers. En we gaan eens even kijken hoe wij dit gaan doen. Of wij de finale zullen winnen van het toernooi. En dan weet ik niet wat wij zullen winnen. Maar hopelijk winnen we veel XP. Want dat is wat ik nu echt nodig heb. En dan krijgen we meer punten. Zoals je hier ziet, de nummer 1 heeft 4100 ranking points. Oh, wat speciaal! De finale, we krijgen special cinematics. En de Avengers hebben ook een heel leuk plaatje van een vuist. Vuurvuist Japan. Dat is in ieder geval wat ik ermee associeer. En we hebben maar onze mooie crest. Die ik veel mooier vind. Nee, nee. Oh, dat was een mooie redding van Trevisiani. Ik bedoel, we hebben die goalkeeping niet voor niks geupgraded bij deze jongeman. Oh, deze spelers, die weten wel wat ze willen gaan doen. Ze willen kost wat het kost scoren. Maar dat willen wij ook. Kop, hees, rols. Doe je ding. Ja, roulette. Schiet! En een rebound dan. Ja, en dat is de 1-0. Misschien vanuit de rebound, je kan het smerig noemen, maar ik noem het een goal. Dat is een goal, zoals Evert en Napels het allemaal zouden zeggen, FIFA. De keeper denkt zelf van, ah, ik kan die niet redden. Ik bedoel, ik eet ze wel gewoon een keertje voorsprong. Want dat kan gewoon. Nee, nee, nee. De vouw, de vouw, de verkeerde vouw. Nee! Ah, ze krijgen wel een goal terug. Ja, deze mensen zijn best wel goed, dus ik moet hier wel mee uitkijken. Kop, hees, roels. Doe je ding. Fake back, ik kan een fake back. En hij heeft het wel door, kut. Ah, kom uit, keeper. Ja, goed zo. Sta! Hij is alleen een beetje klein. Ik heb wel een kleine keeper uitgekozen. Maar dat maakt niet uit. Ik heb trek de koekje. Grapje, dat is van Master Movies. Kop, hezerols, rennen. Doe je ding. Doe je ding door een roulette. Nee, dat doet hij niet. Maar in plaats daarvan kunnen wij dadelijk gewoon rouletten. Hij doet hier een mooie sliding in ieder geval. Niet om zijn benen te breken. Dat was gewoon puur op de bal. En gelukkig krijgen we toch geen rood. Dus dat maakt het niet uit. Kop, hezerols, links pootje. Of hij doet het met rechts. Maar in de rebound hebben we missen vanaf 2 meter op open goal. Hoe kan het? Ik snap er zelf helemaal niks van. Maar dat is nu al de tweede keer in het toernooi. Jezus, Mina. Wat is dit? Kop, kop, kop. Nu dan. Nee. We kunnen ook niet van de keeper afpakken.
Ze doen alles op alles om voorbij mij te komen. En dat lukt zo ook nog. Want het enige wat ik doe is een beetje massaal op X drukken. En ik snap niet omdat de vrije trap is. Deze scheidsrijder is nog schelend. Niemand met poepen zijn ogen. Oh shit, oh shit. Nee, Rabbi. Hij gaat niet scoren. Het staat nu 1-1. Hadden jullie waarschijnlijk ook al kunnen zien. Maar... En wat is dat voor een paas? Jezus. Zeg maar voor Jezus Mina. In mijn van schoffie tot skiller. In mijn schoffie is nog steeds een schoffie. Terwijl we hier de 1-2-2 krijgen. Shit. Nu begint het wel een beetje zweterig te worden. Ik voel het zweet opkomen. En dat is een dramatische paas. Zo kom ik toch ook niet bij wat ik moet doen. Volgende keer misschien nog wat meer mijn passing upgraden. Nu geen tijd meer voor. Nu moet ik meer winnen. Computerovic! En deze keeper doet veel te goed bij wat hij moet doen. Oh, en daar houdt hij hem nog. Nou, kwop, 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 kwop. Kwop. Kwop, kwop, kwop. Hezerols. 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 Breek zijn benen. Nee. Nou, nog 20 seconden tot het einde van de eerste helft. En ik wil eigenlijk weer op gelijke hoogte komen. En zeker niet nog een goal tegenkrijgen. Want dat gaat helemaal erg worden. Nee. Nee, 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 nee. En dat is misschien een onnodige redding. Want hij had een best klem kunnen hebben. Maar ze hebben hier nog 4 seconden. Maar keepertje komt gewoon goed uit. En gooi je maar. Zo, en nou is dan, dan gaan we de eerste helft gaan met een achterstand in. Maar we komen waarschijnlijk nog wel terug. En anders zullen we het echt zo vernieuw moeten doen. En dan komt het de volgende keer hopelijk wel goed.